Hey, kijkers van ShadowGames23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik terug met een nieuwe episode van mijn Black Ops 2 Road to Gold serie. En ja, het spijt me jongens dat deze serie er een tijdje is uit geweest. Maar ik was met vakantie. Nee, ik moet nog met vakantie. Maar um, ja, ben ik ook hard hard toe. Ach nee, maar in ieder geval, ik ben dus nu weer terug voor meer Black Ops 2. En uh, wel, we gaan het gewoon het beste ervan maken. Binnenkort komt ook de nieuwe map pack uit. Uh, Vantage zo, so I don't know. Maar in ieder geval, dat wordt echt uh, super episch. Want wel, ik ga gewoon die map echt helemaal grijs spelen. We gaan ook heel veel zombies doen. Want ik wil die Regan Mark 2 wel eens even uitproberen. <laughs> en uh, die nieuwe zombie map Underground of, so, of Barriers. Die lijkt mij ook echt uh, super episch. En natuurlijk de nieuwe mappen, die zijn echt gewoon allemaal. Super cool. Ik vind het echt wel even van de coolste map packs die ik ooit heb gezien. Eens uh, Even kijken. En Ik ga hem eens even laten zien waar ik al mee bezig ben geweest. Hoe het staat met mijn Golden Wapens. Nou, ik ben inderdaad erg opgeschoten met de AR-94. Kijk, je ziet wel dat ik uh, de Cryptic Typhoon Camo heb unlocked. Nu ben ik hier allemaal mee bezig. Ik heb al 88 kills zonder attachments. En automatisch ook zonder perks. Ik speel überhaupt gewoon al zonder attachment perks en alles. Zodat ik gewoon al die dingen in één keer zo wat kan halen. Want wel, dan moet je dubbel kills. Dan schiet er ook al aardig op. En wat ik Noplatugusties. Dus dat schiet totaal niet op. En wel, dan heb ik dus uiteindelijk deze gold. Daarna ga ik denk ik uh, verder met mijn uh, sniper. Want wel, die wil ik dan echt wel goud gaan halen. Want wel. De one-shot, one-kill schieten wel redelijk op. Dat bedoel ik er nog ongeveer uh, ja, 75 van, precies. En wat, dan moet ik nog allerlei deze dingetjes doen. Long shots of zo, I don't know. En alles wat er was hoor. En wel, dat gaat echt wel redelijk challenging worden. Dus um, ja, daartussen zou ik ook wel mijn mp7-goud gaan halen. Ik, ja, ik weet nog niet of ik eerst deze goud ga halen. Of dat ik eerst deze af wil maken. Want wel... Uh, oh, wacht, verdorie. Je ziet wel, ik heb... Ja, best wel redelijke progress hierbij. Nog 40 headshots. wat moet ik al deze dingen gaan unlocken. Dat is best wel makkelijk met de empire server. Dus uh, ja, misschien ga ik deze in is wel goud halen. En uh, ja, misschien ga ik deze ook nog wel helemaal afmaken. Want het schiet ook al redelijk op. Ja, kijk, ik heb er 50 headshots mee. Dat is al praktisch de helft. Dus ja, ik wilde misschien wel mee verder. Dan wil ik de type 5 nog goud halen. Ik heb allemaal van die wapenswakkers dus van 50, 60 headshots met ofzo. zo. Maar uh, ik heb nooit echt doorgestemd met die dingen. Dat is wel, ja, redelijk kut. Dan speel ik vandaag met de Cross Streaks, Lightning Strike, HGR en Orbital. De, want, nou ja, Jullie zagen wel dat ik eerder met Stealth Chopper speelde in plaats van Orbital. Maar ik vond de Orbital wat fijner, omdat wel de EGR maar toch meer kills dan de Stealth Chopper. En wel. Ik heb liever een orbital, want wel, dan maak ik de skills zelf wel. Want wel orbital is echt wel een epic ding. En natuurlijk, je wint automatisch. Maar wel, als je een orbital in je team hebt, dan ben je ook gewoon. Ja, dan is het gewoon GG. En misschien ga ik nog wel met deze spelen, want wel, er is ook maar 50 punten verschil tussen. Hier kan ik dan eventueel ook wel mee spelen. Maar ik ga gewoon eerst maar eens focussen op eh, de leiding. Ik in de Eejar. En wel, als ik dan eventueel de orbital zou halen, er zit 200 punten verschil tussen. Dan zal dat cool zijn, natuurlijk. Maar uh, oké. Okay. Goed, wel, we gaan uh, twee potjes spelen vandaag voor Team Deathmatch. Want wel, ik wil even wat goed maken met jullie, omdat ik een hele tijd niet heb geüpload. Ik ga even wat kletsen over de series vandaag, want... Um... Uh, wel, het duurt vast een hele tijd voordat ik de game vind goed, als eerste, ik ga 11 september, jawel, dan ga ik beginnen met mijn uh, Skyrim playthrough uh, en dan zullen jullie vast iets hebben wat er ik vroeger gewoon had. 11 september, dat is de dag waarop naar nou, Al-Qaeda met een vliegtuig, uh, alles snackbar en dat ding ging vliegen, en wel uh, I know, I know, I know, alleen wel het lijkt me best wel grappig om gewoon dat met elkaar hebben te hebben, zo. want Dat zeggen ze oh het is 11 september vandaag, met uh, Al-Qaeda en alles en dan zeg ik zo, yeah doc, ik ben met Skyrim playthrough begonnen, je moet het absoluut niet verkeerd opvatten, maar het lijkt me gewoon leuk om dat later Zeg maar. Gewoon op terug te kijken. Ik vind heel erg wat er is gebeurd. Al in ieder geval. Dit is echt wel erg. Want ik vond het echt een van de mooiste gebouwen van New York. Dus, um, Ja, maar het, het, het is gewoon. lekker begonnen. gewoon, het is gewoon wel grappig om dat gewoon met elkaar samen te laten lopen. We hebben een potje gevonden, dat is cool. Goed, wel. Dan uh, ga ik nog even verder neuselen Want dit ja, heeft wel echt te maken met Call uh, of Duty. Want ik zeg niet dat ik dit hierna ga doen. Maar wat zouden jullie willen? Zouden jullie een Challenge Accepted serie. Of nog een Road to Gold serie willen? En uh, zo ja, het kan van Black Ops 1, Black Ops 2 en mw 3 Geldt ook voor de Challenge Accept serie. Gewoon Black Ops 1, Black Ops 2 en mw 3 Dus uh, ja, laat, laat het even achter in de comments. En ja, um, yeah. of jullie kunnen ook gewoon achterlaten in de comments. Ronald. Wacht daarmee tot de nieuwe Call of Duty Ghost uitkomt. Bij november. Ik denk eerlijk gezegd wat ik dat ga doen. En dan ga ik tussen die periode. Ga ik natuurlijk wel gewoon wat kot spelen. Maar uh, ik ga niet echt een serie doen. Maar dan komen er wel gewoon ja, wat kot episodes per week uit. Maar uh, het lijkt me wel leuk om dan eventueel iets van uh, uh, ja, een Lego game te doen. Of in ieder geval iets met een campaign game of zo. Weet je wel wat ik bedoel? Ja, ik denk het wel hè. Tenminste, dat lijkt. Dat lijkt oh my god. Ik ben zo dood. Oh jij faalt, meneertje. Maar ja, jongens, jullie zien waarschijnlijk ook wel dat ik nu uh, een andere camera heb dan in de vorige episode. Dat heeft weer te maken dat mijn PvP is gecrashed. Jawel, mijn PVR, die had er geen zin meer in. Dat was ook een beetje de reden waarom ik uh, niks heb geüpload. Maar uh, wat de fuck doe jij daarin? Je zit gewoon achter onze defensie een beetje te, te humpen. Wat denk je wel niet. <laughs> ja, humpen. <laughs> maar, ehm. Um... Uh, ja, ik heb uh, dus ongeveer een paar potjes verloren laten gaan, spijt me enorm, maar goed, gg Nori. We gaan gewoon verder en we maken het gewoon het beste van. Maar goed, dus ja jongens, ik uh, ga in de komende zondagvlog het wel erg hebben over de series. En dat uh, is zo'n stafbomber. Eens uh, even kijken, eens even kijken, eens even kijken. Oh, zo. ja nee, ik had geen slechte, ik had, ik, ik had gewoon geen aim. Zetfus. Maar goed, eens even kijken, eens even kijken, eens even kijken. Als jullie nog leuke ideeën hebben voor een of andere leuke serie ofzo... Laat het even achter in de comments, dan uh, zal ik daar wat even naar gaan kijken. Maar goed, ik ga het dus enorm hebben over de series in de komende uh, vlog. En dan ga ik het ook uh, een beetje over hebben over uh, ja, de vakantie en alles. Ik weet niet of ik daar in de volgende zondagvlog al over ga hebben. Um, dan zou het denk ik niet daarop zijn, dat weet ik niet, hangt er af. Maar dat uh, zie ik allemaal wel. Als er dan nog tijd voor is, want ik wil ze echt niet langer maken dan 10 uh, minuutjes eigenlijk. Maar um, ja, als ik op vakantie ga, ga ik wel gewoon zondag vlog opnemen. Maar hoe grappig. Maar um, ja, wat ik dan dus ook ga doen is: er komt ook een serie online, als ik op vakantie ga. Dat wordt een uh, ja, nieuwe serie van Multicraft, zeg maar. Multicraft 2 gaat het heten. Met Jelly, die kennen jullie, maar die zit bij mij in de klas. En Joran natuurlijk. En het is zulke. Epischheid! Als jullie die multicraft serie van Jordi en mij al, al gewoon goed vonden, dan hebben jullie dit nog niet gezien. Oh my god, dit is zo so nice! En waarom word ik daar echt gewoon geënscreëerd? Nou, maar in ieder geval, het is dus zo episch gewoon. En um, wel, daar ga ik daar gewoon 1 tot 2 episodes van uh, uitbrengen per dag, zolang ik op vakantie ben. dus ongeveer voor een maand. Dus uh, ja, dat zijn, even kijken, de 7 keer 4, dat zijn. Dus kijk, naar reken, reken maar uit. Dus even kijken, 7 keer 4 of is dat ook weer kut? zo, uh, 28, yes. Dat is 28, ik kan rekenen. Nee, maar 28 dus. En uh, wel, we hebben dus redelijk wat op te nemen. En uh, wel, misschien ga ik er ook wel wat meer per dag uitbrengen. Dat weet ik allemaal niet. Misschien ga ik er ook wel iets van tevoren mee beginnen. Een week van tevoren of zo. Dat weet ik niet. Zodat ik jullie een beetje op kunnen varmen. Oh my god. Maar dat zien we dan allemaal wel. Dat, uh, dat, 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 leidt zich wel. Eens even kijken. Maar dat is gewoon handig voor het geplande uploaden. En jij, dikke emu, met geheid target finder op je wapen. Jij bent gay. Maar, ehm... Um... Uh, ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Ik moet het eigenlijk helemaal niet hierover hebben. Omdat, wel, het is niet echt een zondagvlog. Maar in een zondagvlog ga ik het ook gewoon een beetje hebben over random onzin. En wel, ik heb gewoon nu toch niks om over te kletsen. Dus uh, ja, daarom vind ik het ook gewoon cool dat gewoon, uh, bijna al mijn kijkers wel gewoon naar deze serie allemaal kijken. Zodat ze gewoon allemaal op de hoogte blijven. En jij, meneer, hebt het lelijk. Dus ja, long shot, oh, dat is nice. Alleen heb ik daar nu niks aan geweldig. Even kijken, goed. Uh, hoeveel sta ik? Ik sta 4 om 8. Dat is best wel kut. Maar goed, ik heb een uh, week tot twee weken geen black Ops, geen kot gespeeld. Dus kun je nagaan. Jij dikke emu met de sniper, jezus. Oh. Kan gewoon niet. Even kijken, een hees. Ik zal Op. Oh my god. Op. Oh, oh 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 my god. De sniper, jezus. Go and commit suicide. Please. I hate you all. Oh no. Geen aim. Ik heb gewoon geen aim vandaag. Jezus. Ik moet het gewoon blijven spelen, anders ga ik echt gewoon dood. Dat nee, wil ik niet. Je komt niet eens in de buurt om al leidingstrijd te halen. Wat het doel van mij was vandaag, maar oké. Okay. Wat wil je ook op wat voor map? Op wat voor map speel ik dan ook? En ik speel op 3 bars, dus wat de fuck, wat wil je? Maar ja, ik moet video's uploaden, want anders zijn er geen video's online, dus ja, het moet maar even. Even kijken, daarom ga ik ook iets ja, geplande uploaden. Zochtes en alles. Ik heb gewoon wat langer. Jezus, what the fuck is dat? Een Claymore! Dat is MW3 shit, dat hoort hier niet. My god. Ik haat jullie. Mmm. Mmm. Dat moet ik niet doen, hè, want ik heb geen popfilter om mijn, uh, om mijn ding. Jij dikke pedo poep Chinees meloen. Oké, okay, wacht even. Jij vieze, vuile, meloen vreten, de inktvis verkrachtende. Eemu picknick. Is... Oh god, ik ben op dit moment al oh, mee. Headshot, bitch. Oi. Doei, doei, trust op. Dat zeg ik altijd gewoon trusten. Oh ja, by the way, jongens. Nog even over de t-shirts. Ga Ik gewoon even wat leuks over vertellen. Want wel, ik en, uh, ja, Jelle, dus in principe die vriend van mij. Jij ja, met je fucking clown face. Zegt het gewoon te Maar, um, Jelle, en, Jelle en ik. Die hebben gewoon wat supercools bedacht. Genaamd: Suikerkaantjes. je. <laughs> yeah. Dat is iets anders dan Sugarcane. Het is in principe wel hetzelfde. Dat we gewoon in het Nederlands suikerkaantjes. En dat is gewoon te episch. Want we wel, Suikerkaantjes. Dat wordt het uh, derde ontwerp voor mijn t-shirts. Want we wel, na nou, de zo'n kan dus ga ik mijn uh, t-shirt shop openen Als eerste met drie t-shirts uh, Suikerkaantjes uh, Mijn logo En natuurlijk mijn um, uh, Stikjolle Polo t-shirt Ik moet er nog wel even designs voor maken natuurlijk Maar uh, ja, ik ga ook binnenkort die nieuwe schijf halen en alles Dus uh, daar ga ik er wel wat aan werken En de designs ga ik bekendmaken Dat soort shit maar, uh, ja, dat wordt dus enorm cool. Het uh, suikerkaartjes t shirt is dus gewoon sugarcane. En ik heb er nog een heel leuk ontwerp voor. Het is basic, maar toch episch. Even kijken, waar wil ik het nog even met jullie over gaan hebben? Daar wil ik het nog even met jullie over gaan hebben. Waar jullie mij allemaal op kunnen volgen. Want ik heb zoveel social media op dit moment. Uh, ik heb Twitter natuurlijk, Shadow Games 3 twitter. Daar moeten jullie me echt op volgen. Want als er iets met videos is, of uh, real life shit. Dan uh, volg me er even op. Ik heb bijna de 100 volgers. Het zou me geweldig lijken als we nog uh, deze week de 100 volgers halen. Eh. Uh, Oh, mijn god. En uh, ja, er viel wat. En eens dus even kijken, wat nog meer. Oh ja, ik heb ook Instagram. Want daar post ik al mijn foto's op. Want dat kan gewoon lekker makkelijk van mijn telefoon. Want, nou ja, anders deed ik het. Eerst uh, foto maken op mijn telefoon, dan op de computer. Dus in principe dan zie je s'avonds die foto. Terwijl die op, ja, s ochtends is genomen, zeg maar. Ik op de boer aan of zo, maar nou, dat maakt niet uit. Maar goed, het is dus in principe best wel vervelend dat ik niet op Twitter gewoon kan uh, met de foto's. Maar uh, ja, volg mij dus even goed op Instagram, gewoon Shadow Games 23. Er staat de link op mijn kanaal in de beschrijving. Ik staat alleen maar een link voor mijn Twitter, want dat is het hoofdding zeg maar. Dan kun je me nog even volgen op uh, Facebook, gewoon Shadow Games 23. Dat is gewoon voor de sake van volgen. Uh, ik doe er niet echt wat mee. Kijk, ik, 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 ik doe er wel wat mee, maar dat is ook zo met Twitter. Gewoon in het begin deed ik ook helemaal niks met Twitter. Maar met Facebook zal ik wel wat, uh, ja, wat leuke dingen gaan doen. En ik zit de site een beetje te ontdekken en alles. Dus volg mij, daar gewoon ook even op: gewoon Shadow Games 23. En die Ronald de Boer heet ik op, uh, uh, op Facebook. Dan moet je gewoon even Ronald de Boer. En dan zie je vanzelf, vanzelf wel mijn uh, Winnie de pool logo. En wel, dat ga je dan gewoon doen. Wil je echt gewoon meteen naar mijn pagina? Staat er ook een link op mijn kanaal. En ja, wil je ook, by the way, weten waar ik mijn hankergames Games op doe? Moet je even naar mijn kanaal gaan. En dan gewoon even op overige. En dan staat er wel een ja met hier speel ik hankergames. Games. Dus ja dat was even van alles wat jullie allemaal ja, van, mij, van, mij, van mij verwachten. Oh mijn god, Encore. Ik heb niet opgelet op welke map we gingen. Kut, sorry. Maar goed, ik blijf hier wel. Want anders vind ik geen game. En dan moet ik die episode stoppen. En dan verlies ik meer points. En dan moet ik... Maar dan moet ik ook weg zometeen alweer. Dus ja, gg. Ik wil gewoon even snel een route to Gold opnemen. Die deze week nog online komt. Dus ja, ik neem hem op op dinsdag. Dus ja, jullie zien hem waarschijnlijk dan woensdag of donderdag. Uiterlijk vrijdag. Maar... Uh... Ja, yeah, bitch. First bloed. Ik okay, heb het eerste bloed. Is altijd nice. Je doet. <laughs> met je Remington, de, de Fransman, de oh, oui mon oui, monsieur. Ik ga je wel even een kogel door die kop knallen. Vind je dat lukt, meneer? Vast niet. Maar dat boeit mij niet. <laughs> kan ik hier op? Ja, ik kan hier op. Dat is nice. Uh, Kijk, oh, mijn god bangs ik ben was nu al nu, no. nu, no, nu, no, meneer. Oh hi. Hey dood, ben jij de Fransman? Fransosje, kom eens, ik heb een croissantje voor jou. Hedot... dood? Hey nee, de claymores! En wie drie zit hier zo? Waarom moeten er nou claymores hier zijn? Wat zit jij hier in godsnaam op de grond te doen? Moet je hem nou zien met een Ska ha? Of is dat... Ja, dat is een Scarha volgens mij, of... Of iets anders, nou in ieder geval, nee, maar in... in ieder geval, je ligt met een wapenje op de grot, zo, lekker liggen, ja, lekker liggen, hè, meneertje, ja, lekker liggen, lekker liggen, meneertje, netje. ga yeah. je gewoon vastleggen. oh, hi, en dat doe ik ook altijd, Kutzooi. Greg grikmondvocht, ga maar plegen, jij emu. echt, zitten ze weer te kamperen in zo'n ding, echt, gewoon, dat is typisch iets voor Black Ops, Black Ops 2, <laughs> eens even kijken, Kijk, hier moet je even kijken wat hij voor rotzo op de grond ligt. is ik te en oh my god. Tijd dat ik naar MW3 overga. Daar heb je al die rotzo niet. Wacht. Kijk, kijk, hier heb je iemand die speelt voor schildpad. Och, kijk maar, de sniper. Oh, je bent, je bent goed hoor. Je bent heel goed. Je bent echt heel goed, meneer. Oh, kun je me dit leren, alsjeblieft? Laat mij ook eens. Kun je me leren goed Black Ops te spelen, alsjeblieft? Kun je me dat leren? Kun je me dat leren meneer? Zou heel fijn zijn Kun je me dat leren? Leren mij nou, please Nou, dat is niet mijn rol Oh my god, the shit is too damn high vandaag Tactical and lethal shit moeten ze echt gewoon uit de game gaan halen Echt gewoon, ik hoop dat ze dat echt gewoon hebben genervd in, ehm... Um, Ghost, Call of Ghost Want ik speel er normaal wel mee omdat iedereen ermee speelt, dus ja Maar echt gewoon van nature speel ik daar niet echt mee Ja, EVS Godman, dat jullie Fransman, jezus. Sakra bleu. <laughs> Sakra bleu. Heb ik wel eens gehad, jongens. Dan zat ik in zo'n kool uh, zo, zo. Nee, 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 nee. T back t back Tibek, Nee, maar dan zat ik zo in zo'n uh, zo uh, zo game. En ja, dat is ook zo'n Fransman, was niet ja, hij, hoor. Maar dan had hij gewoon zo'n ding, zeg maar. En dan uh, praatte hij gewoon en iedere keer als hij doorging. Oh, sacrebleu. bleu. Oh, dit is zo grappig. Echt waar. Oh, ik kwam niet meer bij. Ligt u op de grote halve verkrekte kutschoolpad, die Greg Montfort? Ik ben zo even gedood gegaan op twee bars. Best wel slecht. Greg Montfort, die geile Fransoos. Jezus. Londries. Hey. Oh god, wacht even. Ik ga zo'n dingetje oppakken. Wacht even. Hey Dutch, Kijk, ik heb ook zo'n dingetje. Hey doods. Hey Dutch, Look at me now. Do, 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 do. Look at me now. Wat is dat nou? Ja, hallo. Wat is dit voor onzin? Daar heb een quick drop nodig, zeker. Volgens mij was het een grote audiopiek die jullie net hoorden. Nou ja, tjizi. Huh, huh, huh. Ja, langs shot Of niet? waarschijnlijk niet, maar goed. Jee. Longshot. Pom 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 pom. De Fransoos, godzijdank. DORRI! Nee, ik wou ik Pieter Peter What the fuck? Het was niet eens een maar oké, whatever. Hij zag er wel Fransoos uit. Hij had een beetje chien met croissantjes op zijn wang zo. Oh mijn god, dat was Mike. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Warm Ja, maar dat doen wij zo. Dat, 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 dat kan niet gewoon. Dat kan gewoon niet. Yeah, je feus. Dan ben ik wel boos, hè. Die baal je wel. <laughs> dat baal je wel. <laughs> oh god. Ik wil echt gewoon een doel gaan doen met echt vrienden en zo. Dat was zo grappig. Ja, lekkere flashback gooien. Ik ben goed. I am out in the Hunger Games. I am out in the Hunger Games. Not. Nou, waar is die emo? Emo. No. No. Met zijn ding. Oh mijn god, dat is niet ETA. Ja. Het is friendly. Friendly. AGR. Er is een. Er is een Wally. Er is een Wally. Wally. Antonio. Antonio Banderas. Zagablu. Deze episode gaat nergens meer over. Ik kan het ook gewoon allemaal niks aan doen. ik ben ook alleen maar gewoon Mickey Mouse. Come on, boys, we kunnen er real nice one Ik heb niet zoveel koffie gehad, denk ik. Oh nee. Please doe. No. ik lig hier ook alleen maar. Waarom moeten jullie wel wat hebben? Ik ben helemaal niet gek. Gendamsje, zo. Zal ik deze episode noemen? Ik, 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 ik. Oh, die dik! Meeeeeeeee! Auw! Zo'n Call of Duty zo. Dan zie je zo wat sommige commentators, als je wat neergekrald keer, dan hoor je zo: ja, au. <laughs> Auw! <laughs> Alsof je nog wat kunt zeggen als je dood bent. Goud en die diamantgifte, het is hier. Mag ik die? Ga ik lekker verpatsen, jongen. Waarom wist ik dat Greg Molfurno daar om de hoek kwam? staat hij daar met zijn snipertje. Tu tu tu, lekker scope, lekkere orange koop. Kijk, als je daar gaat snijpen, doe het dan gewoon, gewoon ook, ook op pro manier, met gewoon. Als ah, die die, nee, die geile Fransman, nee, ook is Antonio. Maar het is gewoon zo, <laughs> geile Fransman. Nee, nee, maar het is, <laughs> en, ja, geef het maar hem. Nee, maar het is gewoon zo droog dat soms op een moment... Kut moment. Cut black... bleker blekere moon, stond een neger in de hoek. Jezus. Ik ga er maar eens even neer, want dit is helemaal niks hier. Wat? Oh, hij zit daar nog. Hij zit daar nog. Ik ga even omlopen hoor. Lokets. lokets. Zo, nu gaan we hier even in. Hee, Grek. Wat? Ik kreeg al dood? Nee, ik krijg nog niet dood. Grek. Nee, godverdomme. Nee, ik ben helemaal niet dik. Weeeeeee! Mm. Oui. Moon Met zijn sniper! Even kijken waar staat Blikkermoon? Blikkermoon! Oh, die dreigt hier omheen, wauw, skills! Oh my god, Blikkermoon! Lauw! 97! Wat een namen nog allemaal, moet je eens kijken. Even kijken, uh, Dutch YouTube, get. The... Nee. NLT, bleker... Blikker, is een fucking Nederlander, de kut, me gewoon, even raad maar. Hoe durft hij? Geeeeee. Nou, ik heb in ieder geval wat zooi ontlokt. Maar goed, jongens, weet je wat? Bedankt voor het kijken allemaal. Laat even een like achter. Volg me even op al die dingen die ik heb opgenomen. Wil je weten waar je wel op kunt volgen? Check mijn kanaal even. Als je daar nu toch bent, abonneer even. Vergeet deze video niet even te liken. Vergeet geen comment achter te laten. En uh, wel, dan zeg ik nu: laten mensen.